Dag beste mensen. Allereerst de beste wensen vanuit het bivak uit Resistencia. We zijn zojuist binnengekomen. Vandaag een mooie derde plaats. Daar ben ik hartstikke blij mee. We zijn van start gegaan als zevende. We hebben stevig doorgereden. Het was een gevaarlijke piste. Een hoop spoelgaten van de vele regen van de afgelopen dagen. Dus er kon van alles gebeuren. Er schijnt ook alweer van alles gebeurd te zijn vandaag. Maar wij zijn op een gegeven moment in het stof terechtgekomen van Nikolaev, van de Kamaz. Dus dat gaf een heel goed gevoel dat we 2 minuten aan het inlopen waren. Op de finish waren we nog eerste van de eerste 7 trucks. Daarna is Colomi eroverheen gekomen en Van Geneugten. Dus die moeten morgen openen en wij gaan hun natuurlijk proberen te volgen en in te lopen op hun. WC-proef morgen, 280 kilometer. Dat ligt me heel erg, de truc is er goed in, dus ja, ik heb er zin in. Vandaag heel warm, 40 graden. Het was met 30 kilometer. 400 kilometer verbinding. Dus we zijn hier best wel aardig gaar aangekomen. Het was snikheet. Dus we zijn zat. Ga zo naar de fysiotherapeut. Met Marcel Blankenstein ging het ook heel goed vandaag. Moest ik wel, want alles was afgelijnd. Dus, maar nee, het ging echt top. Hij praat duidelijk. We hebben 3 bochten wat laten liggen. Dus die 12 seconden of 20 seconden, dat had beter gekund. Maar we moeten even voor elkaar inspelen. Dus ik ben hartstikke tevreden. Dandy heeft het ook goed gedaan. Dus ja, we moeten een beetje op elkaar inspelen. Ik denk dat we morgen op een WC-proef, daar kun je over het algemeen ook niet te veel fout rijden. Dus ik denk dat we morgen lekker 300 kilometer aan elkaar kunnen wennen. Dus bij deze de groeten van ons allemaal. En bedankt voor jullie steun en we hopen morgen zo verder te gaan. Dankjewel.